Paragraaf 2.6 Landschapszones. Er is een relatie tussen de klimaten en de landschappen. In een tropisch klimaat komen we een tropisch regenwoud tegen. En dit lijkt een hele scherpe indeling, maar die indeling gaat met geleidelijke overgangen. Dit is ongeveer globaal het kaartje van de verschillende zones. We gaan nu heel kort even in op de verschillende zones. We beginnen in het gebied rond de Evenaar. Daar hebben we de tropische klimaten en dat noemen we dan de tropische zone. Nou, welke klimaten waren er ook alweer? Het AF-klimaat, waar het hele jaar vochtig is. Het AM-klimaat met moesonregens in de zomer. En ook nog wel regen in de winter, al is het minder dan in de zomer. En dan hebben we nog het AW, moesonregens in de zomer met een droge winter. Dus wintertrokken. Wat zijn de kenmerken van de tropische zone? Het hele jaar warm en vochtig, alle maanden neerslag en veel plantengroei. Nou, dat laatste zie je heel mooi op deze foto. En voor neerslag en temperatuur kijken we altijd naar een klimaatgrafiek. Op deze klimaatgrafiek, en dat geldt voor alle klimaatgrafieken, zien we altijd een rode lijn. Dat geeft de temperatuur aan. Die staat rechts op de rechter ijas. En de neerslag staat altijd op de linker ijas en dat zijn de blauwe staven. Dit is Madang. Madang ligt in Papua-Nieuw-Guinea, iets ten zuiden van de Evenaar. En de droge periode, of de drogere periode, we mogen niet zeggen dat het droog is, want er valt nog per maand meer dan 100 mm, is hier de maanden juni, juli, augustus, september. Dat is op het zuidelijk halfrond de winter. En de temperatuur is het hele jaar constant zo boven in de 20 graden, 8, 29 graden, bijna 30 graden Celsius. Gaan we verder van de Evenaar af, komen we op ongeveer 30 graden noordenbreedte of 30 graden zuidenbreedte, dan komen we bij de droge klimaat. Dan komen we in de aride zone. Hier horen het steppenklimaat, BS, en het woestijnklimaat, BW, bij. Gaan we verder van de Evenaar af, dan komen we op 30 graden noordenbreedte of 30 graden zuidenbreedte in de zogenaamde aride zone, met het droge klimaat. Nou, welke kenmerken zijn vooral van belang? Nauwelijks neerslag en daardoor ook weinig vegetatie. Nou, weinig vegetatie zie je prachtig op deze foto. En in deze klimaatgrafiek is te zien dat in Agadez, het noorden van Niger, op het noordelijk halfrond, dat het alleen in de zomer heel lichtjes af en toe een beetje regent. Juni, juli, augustus. Augustus is de natste maand, zou je kunnen zeggen. Nou, dat kleine beetje neerslag zorgt dan ook voor dat kleine beetje vegetatie. Gaan we nog noordelijker, dan komen we echt midden in de Sahara terecht. Geen neerslag en dus ook geen vegetatie. Dan komen we nog verder naar het noorden of naar het zuiden en dan komen we bij het gematigd klimaat. Dit verdelen we in twee verschillende zones, de subtropische zone en de gematigde zone. De subtropische zone, dat zijn de CS en de CW klimaten met een droge winter of een droge zomer. En de CF klimaten, de zeeklimaten met een hele jaar. Door neerslag, zogenaamde zeeklimaat. Als eerste de subtropische zone. Wat zijn de kenmerken? Droge, hete zomers en milde, regenachtige, natte winters. Hier zie je de klimaatgrafiek van het Griekse eiland Chios, dat in de Middellandse Zee ligt. En de subtropische zone, daar hoort het Middellandse Zeegebied ook bij. We zien dus hogere temperaturen in de zomer en veel neerslag in de wintermaanden tot het begin van de lente. En het landschap is een typisch landschap met veel struiken en planten die een beetje tegen droogte kunnen. Zoals bijvoorbeeld de cactus die je hier ziet groeien. Gaan we dan nog iets noordelijker, dan komen we in de gematigde zone. Daar, ja, het is er niet te droog, het is er niet te nat, het is er niet te warm, het is er niet te koud. Eigenlijk is de temperatuur, ja, het hele jaar bijna redelijk constant. Het is een, zeg maar, zachte winters, koele zomers en het hele jaar neerslag. Dat is het klimaat van de beeld. Dat is het klimaat van de gematigde zone. En we zien in die gematigde zone dan ook loofbossen met heel af en toe een wat kale, open plek. Maar dat is, als we om de natuur zijn gang zouden laten gaan, zou heel Nederland volstaan met loofbossen.
voor de volgende zone gaan we niet zozeer veel noordelijker, maar ook veel meer landinwaarts, ver van de zee af. Daar vinden we de boreale klimaten en dus ook de boreale zone. De DF-klimaat, het traditionele landklimaat, of het landklimaat met een droge winter, zoals in het oosten van Siberië. De kenmerken van de boreale zone zijn koude winters en naaldbomen. Want dat zijn bomen die tegen de koude omstandigheden kunnen. Dit is bijvoorbeeld Moskou, waar we het DF-klimaat hebben met het hele jaar neerslag. Maar we zien duidelijk in de winter de temperatuur fors onder nul gaan. En tenslotte komen we in de buurt van de polen uit bij de polaire klimaten, die de polaire zone vormgeven. We hebben daar, zoals we al eerder hebben gezien, het tundra-klimaat en het landijsklimaat en... Dit geldt ook voor de hoge berg, dus dat hoeft dus niet in de buurt van de polen te zijn. Dat kan boven in de Himalaya zijn, kan boven in de Andes zijn, dat kan boven in de Alpen zijn. Wat zijn de kenmerken van de polaire zone? Heel logisch, weinig begroeiing, hier helemaal niet op deze foto, maar ook bijvoorbeeld in een tundra hele, ja, een beetje grasachtige kruiden. En de temperatuur komt nauwelijks boven de nul. Dat zie je hier bijvoorbeeld van deze klimaatgrafiek van het noorden van Canada. Met alleen in de zomermaanden een temperatuur die iets boven nul ligt, maar voor de rest dik onder nul ligt. Dit kan ook een hoge bergte zijn, al zal in het hoge bergte in de zomer de temperatuur toch wel wat hoger misschien liggen. En dan moet je dus weten waar het klimaatdiagram is genomen, wil je weten of het om een hoge bergte klimaat gaat. Hier zie je een wereldvegetatiekaart en er is een duidelijke relatie tussen de klimaatgebieden en de vegetatie. Je ziet dat er woestijn is bij de droge klimaten. En je ziet ook de tropische regenwouden, bijvoorbeeld bij de tropische klimaten. Nou, zo kun je elk klimaatgebied koppelen aan een soort van vegetatie. Oftewel, de vegetatie past zich, en dat is heel logisch, aan de vegetatie.